Ik ben Celine Verheyen, ik werk voor Defensive Children. Dat is een kinderrechtenorganisatie in Leiden. Waarom is het hechtingsproces zo belangrijk? Het hechtingsproces voor een kind is enorm belangrijk. Het is eigenlijk de basis uh, van de rest van het leven van, uh, van een mens. Uh, als die hechting niet goed is, dan zie je dat kinderen toch moeilijk uh, ook in het volwassen leven uh, kunnen hechten aan andere mensen. Ze hebben vaak hele oppervlakkige. Um, relaties en hebben moeite om, uh, om een langdurige relatie met iemand op te bouwen. Wij zien juist dat kinderen die uh, hechtingsproblemen hebben in hun jeugd, dat die ja, meer kwetsbaar zijn om in een uitbuitingssituatie te komen. En we zien dat uh, zowel de daders als de slachtoffers. Vaak een problematische jeugd hebben gehad. Dus met name die hechting, dat die verstoord is geraakt. Waardoor ze eigenlijk in een, andere, in een verdere leven veel kwetsbaarder zijn om in de criminaliteit te komen ofwel in een uitbuitingssituatie te komen. Die basis is het allerbelangrijkste. Dus juist uh, is het belangrijk dat mensen met, die met kinderen werken, met jonge kinderen werken, dat die signalen van. Een goede hechting of een onveilige hechting, goed signaleren zodat er eigenlijk ook tijdig kan worden ingegrepen zodat het kind kan geholpen worden om toch nog uh, nou ja, zoveel mogelijk die hechting te herstellen, uh, waardoor dus het hele vervolg van het leven ook stabieler is. In welk levensjaar van het kind is die hechting zo belangrijk? Dat begint eigenlijk direct al na de geboorte. Met name uh, al na een paar weken uh, wanneer het kind geboren is, heeft diegene al hechting van een aantal klein select groepje uh, in de omgeving van het kind. Dus het begint echt direct na de geboorte. En de belangrijkste periode is toch wel van 0 tot 4 jaar ongeveer. Maar ook daarna uh, is, een, is, een hechting, uh, is een veilige hechting belangrijk. Zoals dus kinderen bijvoorbeeld veel verhuizen, zoals vluchtelingenkinderen en steeds weer andere. Opnieuw moeten hechten en nieuwe vrienden krijgen, is dat ook een vorm uh, van hechting die uh, nou ja, ook schadelijk voor het kind kan zijn. Maar met name die hechting met de ouders en de verzorgers van het kind, ja, die is bepalend. En dat is echt wel in de eerste levensjaren van het kind. Welke factoren zijn dan van invloed op die hechting? Vooral de voorspelbaarheid. Dus als, uh, in, in het jonge leven van een kind, als een kind helpt. Uh, en, en vervolgens, als hè, het kind heeft honger, het gaat huilen. Vervolgens komt de verzorger, is ook altijd dezelfde verzorger of een klein groepje van, van mensen om het kind heen. Uh, en die doet een voorspel, hè, die tilt het kind op, geeft lekker wat te drinken, doet het kindje weer terug in bed. Dat is allemaal voorspelbaar voor het kind. Maar stel je voor dat het kind nou steeds een andere verzorger uh, bij zich krijgt. Of de ene keer is de, is de verzorger heel erg vriendelijk en lief. Uh, en de andere keer heel ongeduldig of zelfs onaardig. Ja, dan wordt het onvoorspelbaar voor een kind. En daar, daar ontstaan hechtingsproblemen van. En als die hechtingsproblemen zijn gesignaleerd, hoe gaan jullie daar dan mee om? Ja, dat is een ingewikkeld proces. Um, het is belangrijk dat mensen um, Signaleren als er hechtingsproblemen zijn, en dat eigenlijk professionals dan met het gezin aan de slag gaan om de situatie te verbeteren. En dat kan zijn dat, uh, dat de ouders of waar het kind op dat moment verblijft niet de juiste veilige situatie is voor een kind. En dan zou je moeten zoeken naar een, uh, bijvoorbeeld dat het kind bij familie of uh, bij pleegouders terecht kan komen. En werkt jullie organisatie ja. Defense for Children ook samen met die organisaties waarbij kinderen worden geplaatst? Ja, wij, uh, wij, hebben, zeg maar, uh, wij vangen signalen op en zullen dan uh, betreffende, de betreffende ouders of de kinderen proberen de juiste hulp uh, te verlenen. Dus dat betekent dat er andere organisaties zijn uh, in Nederland die echt die hulp verlenen.